In deze clip wil ik laten zien wat meervoudige belichting is en hoe je dat doet in je camera en hoe je dat doet in Photoshop. Nou, meervoudige belichting is een techniek om de sensor meerdere keren te belichten met een verschillend onderwerp. Als waar je de foto's op elkaar legt en iets of wat transparantie geeft. Dan ontstaat er een creatief beeld waarmee je duidelijk meer kunt onderscheiden. We beginnen met in de camera. Je moet in je camera op zoek gaan naar de optie meerdere opnamen. Hier uh, keek ik op een 80D. En die moet je inschakelen. Als je dat gedaan hebt, dan krijg je daarna de optie meerdere opn, hè, meerdere opnamen. Moeten die meerdere opnamen gemiddeld met elkaar samengevoegd worden of additief? Nou, kies gemiddeld, want dat is het handigste en het snelste. Dan krijg je het leukste resultaat mee. Hoef je niet al te veel moeilijke dingen te doen, maar kies voor gemiddeld. Het aantal opnamen, ja, die kun je zelf kiezen. Twee tot en met, euh, nou, 99. En je moet nog even instellen of je die meerdere opnamen één keer wil doen en dan de volgende keer weer instellen. Of dat je de volgende keer weer meteen een meerdere opname. Dus zet het dan op continu. Werk in live view en ga op zoek naar je eerste onderwerp. In dit geval een beeldje aan de linkerkant, maak daarvan een foto. Je ziet meteen het resultaat en dat blijf je nu zien. En met dit beeld kun je dus nu op zoek naar je ander onderwerp. Er staat een bloemborder, die ben ik ondertussen, heb ik ondertussen gevonden. Ja, Ik moet even het scherpstelpunt verstellen. Dat doe ik dus nu hier. Ik druk op de ontspannen halve in, dus dan stelt hij scherp. Je ziet nog steeds het andere beeld, dus ik moet even de juiste compositie zoeken en ik druk nu af, zodat ik de compositie heb. Je ziet linksboven dat je alle opnamen gemaakt hebt. Hè? Dat tekentje staat voor meerdere opnames. Uh, je ziet ook dat je uh, rechts dat ik in rol gefotografeerd heb, want die meerdere opnames die zijn op één beeld gebelicht. En ja, dat rolbestand kan ik dus makkelijk aanpassen. Dus in plaats van dat het jpeg zijn en dan ben je min of meer overgeleverd aan het eindresultaat, uh, kun je nu nog alles doen aan belichting en, en kleuren en scherpte en dat soort zaken. Kijk, de compositie blijft bestaan, want dat is de belichting, maar het is nog wel een rol. Wil je uh, ook de oorspronkelijke foto's nog hebben? Dat gaat niet bij een 80D en ook bij andere EOS-camera's niet, maar bijvoorbeeld bij een 5D Mark IV en een EOS R. Ja, daar zit wel de optie in van uh, sla ook de losse foto's op. Dus niet alleen de samengestelde foto, maar ook de onderlinge foto. Daar kun je later in Photoshop misschien nog andere dingen doen. En hoe je dat in Photoshop doet, dat zie je hier. Nou, hier zijn we dan in Photoshop met uh, die twee foto's die we net in de camera tot een meervoudige belichting gemaakt hebben, hè, door dat achter elkaar te doen. Uh, nu gaan we dat in Photoshop doen. Maar om even terug te komen, deze foto's zijn nou bijna op hetzelfde moment gemaakt, in bijna om dezelfde omstandigheden. Maar het kunnen totaal verschillende foto's zijn. Het maakt niet uit of je ze uit, uit je archief haalt of net gemaakt hebt, of het een portret is met een, een landschapsfoto. Je kunt echt alles met elkaar combineren in Photoshop. Daar, daar begint de vrijheid van Photoshop voor meervoudige belichting. Nou, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Nou, ik wil. Ten eerste moet je de foto's in één document krijgen. Nou, dat we, we, we klikken op de foto aan de rechterkant met die bloem en die sleep ik met het verplaatsgereedschap en de shifttoets ingedrukt op de andere foto. Dan zie je, dan ontstaat er een document met twee lagen. Dat is wat we willen. We zoomen iets in. Zo. Hoe ga ik ze nou samenvoegen? Hoe zorg ik nou dat ik die meervoudige belichting krijg? Nou, dan denk je misschien van, nou weet je wat, er bestaat, bestaat iets als dekking, dat is een soort transparantie. Die ga ik eens. Terugschroeven, dus dat de bovenste laag transparant wordt. Maar wat ga je dan zien? Stel ik wil de bloem goed zien, dan zie je het beeldje amper. Want dan is er weinig transparantie. Wil je het beeldje goed zien, dat is de onderste foto, ja, dan zie je de bloem amper. Dus, dus ja, dat, dat is heel moeilijk om daar een, een, uh, een mooi evenwicht in te vinden. En daarom moeten we kijken naar de overvloeimodus. En die staat nu op normaal. Dus die bovenste laag, die kijkt nu normaal naar de onderste laag. Ja, en dan zie je dus de onderste laag niet. Maar zet die, on, die bovenste laag maar eens op bleek. Goed. En dan krijgen we het effect wat we in de camera zien. Ja, we zien een heldere bloem. En we zien een helder gezicht. Het leuke is nu dat. Ja, hier houdt het niet op. Je kunt sowieso in Photoshop zeggen: van Nou, ik vind dat die bloem die staat nu wel een beetje door, door dat haar heen en door die schouder. Dat moet los ervan staan. Dus je kunt je gewoon verslepen. Dus je kunt nu nog gewoon de, de plaats van die, van die twee foto's. Ja, kun je aanpassen. Dat is natuurlijk handig. Ja, en je kunt ook de foto nog een stukje bijsnijden. Zo, wanneer je denkt van nou. Alles moet er netjes op staan, zo oké. prima. Nou, wat nu aan de hand is, sommige delen vind je misschien te licht. Nou, dan kunnen we dat nog gewoon aanpassen met een aanpassingslaag. Dus we gaan naar aanpassingslagen, we gaan naar curve. Die komt boven de foto te staan. Wanneer ik er nu iets aan, aan verander, dan wordt heel de foto donkerder. Dat wil ik niet. Ik wil alleen maar dat straks een gedeelte donkerder wordt. Dus ik maak het aanpassingsmasker maak ik zwart. Dan gebeurt er dus niets, want dat zie je niet in de foto. Ik maak de kromme wel wat donkerder, dat zie je daar. En nu pas, pak ik een penseel, een zacht penseel, en ik schilder met wit. En dan ga ik dus met dat masker geselecteerd op de foto. En dan zie je, dan kun je dus die lichte delen nog ietsje bijwerken. Nou, zo kun je allerlei aanpassingslagen maken. Hè. Je kunt dat nog zelfs wat versterken zo. Kijk, en nu zie je dat je ja, ...die foto die je in je camera hebt nu in Photoshop gemaakt hebt... ...maar dan met veel meer controle. Dus meerdere belichtingen wil zeggen... ...foto's op elkaar leggen... ...overvloeimodus bleken... ...en eventueel hier en daar nog een aanpassingslaag of een laagmasker maken... ...om het spul te fine-tunen. Je, je kunt de, de oriëntatie of de plaats van de foto's nog een beetje verschuiven, bijsnijden... ...en dan is dit het resultaat. Dus tot zover het werken met meerdere foto's tot een techniek... Die heet Meervoudige Belichting.